Het gevaar is dat wij deze situatie wederom onderschatten. Zoals ik daar vorige week ook voor gewaarschuwd heb. Vorige week hebben we dat niet onderschat. Alleen dat moeten we nu weer niet doen. Snap je wat ik zei? Je moet geen show opvoeren, want een show opvoeren hou je niet vol. Dus zo ben ik. En de ene keer zal dat opvallen en de andere keer niet. En wat mensen verwachten, ja, dat zijn verwachtingen. Dus dat is het eigenlijk. Wij spelen morgen Champions League. En over transfers kan je me alles vragen, want dan ga ik vandaag geen antwoord geven. Je moet het zo benaderen als alle andere wedstrijden, want anders ga je iets anders doen dan je normaal doet. En natuurlijk is er een ander soort spanning. Is er de hymne voor de wedstrijd. Het stadion is anders aangekleed. Dat brengt allerlei dingen met zich mee. Maar ik wil alleen maar zeggen dat als je gewoon hetzelfde voorbereidt, ook in je gedrag als speler zijnde, individueel en als team, dat je de meeste kans maakt om te winnen. Dat is geen garantie, maar dan kun je wel het beste uit jezelf halen, uit het team.